Deze highlights worden u aangeboden door Heineken. En PlayStation. UEFA Champions League sponsors. Forsberg nu wel met de goede trap daar van Poulsen, maar alweer een goede reflex ook van Gunok. Doelpogingen, 8 tegen 1. Oké, maar 2 on target, doe er daar maar 2 bij. Want dat is een beetje misteld. Gunok zat er daar toch een paar keer meer tussen, dacht ik. En we kijken naar het afgeweken bal. Oh, dit is wel heel erg sneu voor Mert Gunok. Dan sta je zo goed te keepen. En Sabitzer met een zondagschot wordt dan afgeweken. En dan is Gunok helemaal gepakt op het verkeerde been. Kijken naar Bal. Oh, die gaat maar net voorlangs. Dit was de kans voor Başak Şehir. Hier is Forsberg. Met wat geluk komt hij opnieuw in balbezit. Die bal komt voor Mukiele. Ja. Daar is de verdubbeling. Mukiele. En alweer hebben ze het geluk een beetje aan hun kant, hoor. Want de manier waarop dat Forsberg die bal daarmee krijgt, dat is echt wel geluk hebben. Een soort van karambolle. En dan komt hij goed in zijn loop. Trekt hem dan voor. Dat is niet al te best verdedigd daar achterin, want ze stonden wat aan de grond genageld. Hoekschop voor Başak Şehir, nummer 2. Voor de Turken. Ingestudeerd nummertje. Oh, wat een heerlijke goal. De aansluitingstreffer van Cavecci. En een heerlijke pegel met zijn linker. Schitterend ingestudeerd en perfect uitgevoerd. En zo krijgen we op slag van rusten opnieuw een wedstrijd. Shadli. Even technisch, dat is knap. Shadli met het mooie 1-2'tje. Maar nu de voorzet. Goeie bal bij de tweede paal. En dan gaat hij op het dak van het doel via Erin Visha. Goeie actie op de linkerkant met Nasser Shadli. Olmo. De voorzet moet komen. Ja, nee. Forsberger en Gunok. Wat een redding alweer. Hij houdt zijn ploeg echt voor de zoveelste keer al in de wedstrijd. Dit was een goede ingeving. Olmo. Ja, mooie goal. Dani Olmo, de Spanjaard. Maakt er hier 1-3 van. Nu wordt het wel super lastig. Nog wel 25 minuten, maar iets te makkelijk ook wel. Een knap doelpunt. Cavecci. Oh, weer al. En daar is weer de aansluiting. Een tweede keer. Wat heeft die man een heerlijke traptechniek. Wat een linker. Irfan Khan Cavecci. Hier is Olmo nog eens een keer. Poulsen. Nee, op de paal. Oh, hier komt Başak Şehir goed weg. Het zal Cavecci worden, denk ik. Oh, wat een heerlijke goal! De hat-trick is rond. Cavecci, wat een wonderavond heeft hij vanavond. Fantastische goal!
Sørloth. Sørloth! Oh! Hij legt hem binnen. Daar is de winning goal van de topschutter van vorig seizoen in Turkije. Overgekomen van de concurrentie. Deze highlights werden u aangeboden door Heineken. En PlayStation. UEFA Champions League sponsors.